Stressvrij Leven podcast nummer 65. Vandaag in gesprek met Monique van Bohemen. Hi Monique. Ah, goedemorgen Mieke. Hoi. Goedemorgen. Welkom in mijn podcast. Ja, leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, nou, ik heb er hartstikke veel zin in een gesprek met jou. Ja. Want jij hebt heel veel verstand van voeding. Klopt. Ja. Klopt, inderdaad. Zou ik mogen zeggen dat je een voedingsdeskundige bent? Ja, dat kan je wel zeggen, Mieke. Ja, inderdaad. Ik ben op mijn 21ste ermee begonnen. Ik ben nu 60. Dus reken maar uit, een jaar of 39. Dat zou je niet zeggen, hè, dat jij 60 bent. Oh, heerlijk. Wat een lekker compliment. Dank je wel. Dus om de dag maar even goed te beginnen. Ja. Hey, nou, wij kennen elkaar vanuit een hele andere hoek. Hè? Jij hebt geassisteerde systemisch coachen die ik deed. Maar daar vertelde jij met heel veel enthousiasme en passie over, nou, over voeding en over wat jij daar allemaal mee doet en van weet. En ik dacht, nou, dat is echt eens een interessante podcast onderwerp. Ja. Want wat hebben voeding en stress eigenlijk, wat jou betreft, met elkaar te maken? Veel. Ja. Ik denk wel, ja, stress is natuurlijk een veel voorkomend hekel, om het zo te zeggen. En voeding kan daaraan bijdragen dat je stress meer ervaart, dat je meer symptomen daarvan krijgt, dus lichamelijke klachten, het geestelijk minder kan handelen om, op die manier. En dus voor mij veel. Je kan zelf veel doen aan stress. En buiten dat je mindfulness doet of dat je aan yoga doet, is voeding iets wat je minimaal drie keer per dag tot je neemt. Mm-hmm. En aan jou is de keus, wat neem je tot je en wat laat je en waar zondig je in? Want dat hoort er natuurlijk ook bij, want we kunnen niet 100% volwaardig eten. Dus wat mij betreft heel veel. Ja. Hey, en er is veel gezegd en gesproken over gezond eten. Hè? Dat is iedere keer weer her en der onderwerp van gesprek. Maar is daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen, wat gezond eten is? Ja, nou, voor waar ik zelf mee werk, is ik kijk eerst naar de bloedgroep van een persoon. Als hij de bloedgroep niet, hij of zij de bloedgroep niet weet, dan ga ik globaal werken van, joh, ben je echt een vleeseter of ben je echt een viseter? En dat zijn signalen waar je al naar kan luisteren in het lichaam. Nogmaals, dat zegt niet van, eet nou nooit meer vlees of eet nou nooit meer vis of eet juist alleen maar dat zo werk ik echt niet. Maar het is wel dat je denkt dat je altijd maar gezond bezig bent door het vlees te laten staan. Of altijd vlees te eten. Dat is niet zo. En het bekende sinaasappeltje, dat lijkt zo heel gezond. Maar dat is het niet voor iedereen. Dus kan je dat ook op een andere manier vervangen? En zit je op zondagmorgen aan ontbijt in een hotel en staat een vers gepest glaasje sinaasappeltje. Dan zeg ik, geniet ervan en drink het lekker op. Maar ga niet dagelijks kilo's zeulen met vitamintjes die uit sinaasappelen komen. En maar pesten elke morgen. Dus dat zijn gewoon richtlijnen die ik dan geef. Mm-hmm. Zelf heb ik een behoorlijke intolerantie op voeding. Dus ik leef behoorlijk naar mijn bloedgroep. Mm-hmm. En zondig ik daar te veel in, dan word ik wel gelijk afgestraft door mijn darmen en mijn maag en dat soort dingen. Dus ik heb echt die graadmeter voor mezelf, dat ik daar goed naar luister. Mm-hmm. Want jij bent, zeg maar, in die voeding gedoken omdat er zelf een behoefte toe was? Nou, niet. Ik ben in een natuurvoedingswinkel gestart. Ik ben drogiste van origine. En ja, daar heb je natuurlijk met mensen te maken die komen vitamines kopen, die vragen over voeding. Je verkoopt ook betere voeding. En mijn interesse was toen gewekt en ik ben daar heel veel over gaan lezen. En heb ik ook cursussen en workshops en opleidingen in gevolgd. Nou, vandaar dat zo gegroeid is.
En ik heb zelf een jaar, en nou, ik denk wel 12 jaar geniest. En ja, ik noem het altijd maar, als ik stond als een zombie aan de aanrecht. Door niezen en het snot kwam overal vandaan. En ik dacht dat ik heel gezond bezig was met voeding. Mm-hmm. Maar kip eten en tarwe eten en volkoren tarwe eten en een rode tomatensaus. Nou, dat was een hel op aarde voor mij. Mm-hmm. Dus er was een nieuwe hype en dat was volgens die bloedgroep eten. En dan deed ik dat ook even. Dan denk ik, oh, daar komen klanten mee. Dan kan ik daar ook over meepraten. En toen ontdekte ik, toen ik dat even netjes, heel netjes ging doen. Toen dacht ik, na een paar dagen, verrek. Ik ben helemaal niet aan het niezen. Ik ben ook helemaal niet afwezig. Want ik kon gewoon, je kan dan bijna niet meer nadenken als je zoveel niest. Mm-hmm. Dat is onbegrijpelijk. Dus toen ging voor mij de studie een vervolg. Want daar, dan wil ik er ook meer van weten. En toen kwam mm-hmm. ik erachter dat ik dus tegen heel veel dingen, niet een allergie, maar een zware intolerantie heb. Mm-hmm. Nou, van daaruit ben ik nu bezig andere mensen ook te helpen. Niet alleen met voeding, maar ze ook bewust maken van wat stop je in je mond en hoe voel je je daarbij? En wat doet dat voor je darmen? En hoe is het met je vitamine en hoe is het met je mineralen? Bestand, hoe noem je dat? De opname. En mm-hmm. Dus ja, als je je beter in je vel voelt, dan kan je die stress ook veel beter aan. Hè? Dat is het uitgangspunt. Dus 1+1 is eigenlijk 3. Ja, op die manier. Zeker. Ja, goed want geteld. Wist jij dat 70% van je immuunsysteem, dat komt gewoon uit je darmen? Ja, dat weet ik. Maar hoe krijg je die darmen dan op orde? Hè? Dat is dan de vraag. En wat ik jou hoor zeggen is, wat voor de een gezond is, hoeft niet per se voor de ander gezond te zijn. En wat voor de een ongezond is, hoeft voor de ander niet ongezond. Ja. Maar hoe weet je dan? Nou, dat kan je. We luisteren ook veel te weinig naar ons lichaam, omdat we allemaal stemmen van buitenaf hebben. En die zijn allemaal goed bedoeld. Neem je moeder. Oh, ik en mijn moeder heeft 20 jaar gezegd, oh kind, tomaten zijn zo gezond. Want ik vond het als kind niet lekker. Ja, tomatensoep, maar dat is een andere vorm dan een rauwe tomaat. Uiteindelijk ga ik op mijn 23ste of 21ste tomaat een beetje waarderen in salades. Blijk ik er super allergisch voor te zijn. Dus je hebt allemaal stemmetjes van dat is goed en dat is goed. Je kent er nogal één. Wil je afvallen? Nou, moet je een citroen in een glas lauwwarm water iedere ochtend drinken. Nou, alleen bloedgroep A kan daartegen. Nou, je hebt geen bloedgroep A. Dat merk ik al. Want je zit. En bloedgroep A zegt, dat vind ik zo lekker. Ja, nou, dat soort verschillen. Dus luister naar je lichaam. Van, past dat bij mij of past het niet bij mij? Daar begint het al mee. Mm-hmm. Zonder dat je advies van een ander inhuurt of vraagt. Mm-hmm. En is het dan zo dat als je iets echt niet lust, of dat je het echt niet lekker vindt, dat het ook gewoon niet bij je past? Vaak wel. Hoor ik je dat zeggen? Ja. Ik ril bij haring. Nou, ik ril met je mee. Nou, niet in mijn bloedgroep. Weet je, dat soort dingen. Maar ja. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Dus als je kleine kinderen hebt, luister goed wat zij aan tafel vertellen. Lusten ze avocado? Want avocado is nu een hype. Nou, lusten ze het wel of lusten ze het niet? Nou, dat zegt al iets. Een kind keurt niet zomaar groenten of dingen af. Dat is, misschien als je het niet lekker bereikt. Maar als je het gewoon goed op tafel zet en je mm-hmm. hebt een gezellig gesprek. En kinderen vinden het echt niet lekker. Luister ernaar, daar begint het al mee. Mm-hmm. En wees niet dat stemmetje van buitenaf van, oh, het is zo gezond. Nee. Hey, en is er dan per bloedgroep een bepaald dieet of zo wat daarbij past? Hoor? Moet ik het zo zien? Ja, je hebt bijvoorbeeld de bloedgroep O, dat zijn de echte vleeseters. Dat zijn de jagers van oorsprong. Ik zie jou helemaal glunderen. Ja. Je moet ook vlees hebben. Anders, je kan 2 dagen zonder vlees, maar daarna ga je bijna zoeken van, maar ik wil nou gewoon lekker vlees eten. Bloedgroep B heeft dat ook, maar iets mindere mate, maar is echt een vleeseter. En die bloedgroep bloedgroep A wordt opgevolgd door bloedgroep O werd opgevolgd door
A. Want dat volk ging al meer de akkers en die wilden zich minder verplaatsen. Dus die wilden op één plek blijven wonen. Dus die gingen, zeg maar, groenten verbouwen en granen. En dat is geëvalueerd in een bloedgroep waarbij je veel minder vlees en veel minder vis nodig hebt. Dus je leeft meer op de granen en de fruitsoorten en de noten en de bonen, dat soort dingen. Bloedgroep B is daar weer uitgekomen en die zijn eigenlijk weer wat meer vleeseters geworden. En de bloedgroep die het laatste ontdekt is, dat is AB. En die heeft zich weer ontwikkeld als... Ja, die kan bijna zonder vlees heel... Ja, die gedijt het beste als die geen vlees eet. Wel wat vissoorten kan, maar zonder vlees helemaal top. Nou, ja. Daar begint het al mee. Dus per bloed... Maar dat is wel interessant, want ik eet vrijwel vegetarisch. Nu ja. sinds een tijdje. Ja. Een paar jaar. Ja. Ik weet dat ik vroeger echt... Nou, als we uit eten gingen, dan nam ik de mixed grill. Hè? Dus de grootste bord vol met vlees. En, dus ik ben van oorsprong echt wel gek op vlees. Maar ik eet het vrijwel nooit meer. En ik heb wel echt één keer in de maand of één keer in de twee maanden... dat ik denk, oh, nu heb ik echt zo'n zin in vlees. En dan neem ik een stukje vlees. Ja. Maar dan ben ik toch bedoeld naar je bloedgroep. Ja, ik heb O positief. Ja. Maar ik herken wat je zegt, hè? Van ik heb behoefte aan vlees, maar ik eet het niet meer zoveel. Maar eigenlijk zeg je dan dat is niet zo heel gezond om zo weinig vlees te eten dan? Dat klopt. Want jouw ijzeropname is daardoor veel minder. Jij haalt je ijzer uit vlees. Dus die één keer in de maand vind ik niet voldoende. Om vlees te eten. Ik zou jou het liefst, al is het gewoon 3 keer in de week een klein stukje. Maar dat kan natuurlijk ook wat op brood zijn of op die manier. Of je kan het uit de vis halen. Hè? Dat hoeft niet alleen maar uit vlees te bestaan. Als je vis toevoegt, dan krijg je ook gewoon de goede eiwitten binnen. Zodat je darmen daar de vitamines en de mineralen uit kunnen halen. Want dat is het gewoon. Oké. Ik ben niet zo'n visfan. Dus ik gruwel bij haring. Maar ik eigenlijk zo'n beetje een helpot, dat lust ik dan nog. Ja. En ik vind het altijd heel smakelijk uitzien als andere mensen vis zitten te eten. Maar ik vind het gewoon niet zo heel lekker. Nou, dat is ook wel een verschijnsel van O is echt een vleeseter. Echt een vleeseter. Dus kijk, want je kan natuurlijk ook, als je het voor het dier doet, want het is vaak een overtuiging voor mensen. En dat is een hele mooie overtuiging, want hoe wij met de vleesindustrie omgaan, ja, dat is een andere discussie om het zo maar te zeggen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook op je voeding, je vlees, op een eerlijke manier aankomen. Dan betaal je wel wat meer, maar dan kan je ook weer wat minder eten. Ja. Dus op die manier kan je toch... Ja. Je behoefte hebben, of je behoefte aan daaraan voldoen, ja. Ja. Om gezond te eten. Ja, nee, want jij zei van, hè, jouw lichaam heeft dan, maar niet alleen mijn lichaam, maar iemand met bloedgroep O, die heeft, dat lichaam heeft vlees nodig om vitamine en mineralen te kunnen opnemen. Want wat heeft dat dan voor werking, kun je daar iets over vertellen? Die werking in de darmen, wat de ene darm vraagt om dit en de andere. Nou, het gaat om de vertering. Dus die darmen die willen het liefst voedsel tot zich hebben wat ze kunnen verteren. Mm-hmm. En dat gebeurt dan niet. Dus stel dat jij het makkelijkste voorbeeld vindt, ik om zo te vertellen, als je AB bent, wat ik net verteld heb, en het liefst vegetarisch leeft en je krijgt iedere keer maar vlees binnen... Dan zegt op een gegeven moment die darm, nou, ik kan het niet meer, zoek het maar uit. Want nu moet het nu zelf maar doen. Dus ik heb al genoeg signalen afgegeven aan de hand van ziektes of symptomen, hè, van ziektes. Mm-hmm. Want zo ontstaat het gewoon. Dus ja, dan ga je steeds meer ziektes of klachten krijgen. Dus ze kunnen het gewoon niet verteren. Mm-hmm. Het begint al in en, de aan. En wat voor symptomen? Nou, wat denk je van reuma? Wat denk je van diabetes? Dat is een ander verhaal, want het gaat over het suikergehalte. Dus dat zijn weer de koolhydraten. Mm-hmm. Maar reuma is daar een heel goed voorbeeld van. Dat je, en je immuunsysteem, waar ik het net al zei, van 70% zit in je darmen. Dus als je darmen niet
optimaal kunnen floreren, dan wordt je immuunsysteem minder. En dan krijg je dus dat je sneller last van griep, verkoudheden, COVID, bij wijze van spreken. Dat soort dingen pak je dan ook weer makkelijker op. Mm-hmm. Dus. Ja. Hey, en jij houdt je ook bezig met celzouten, ja, toch? Ja. En wat zijn celzouten? Ja, dat is celzouten is met een CEL. Dus dat gaat, zijn mineralen die door de celwand, door het celmembraan kunnen dringen en daar hun werk doen. Mm-hmm. Mineralen en sporenelementen, dat zijn twee begrippen. Daar kunnen we niet zonder. En die kunnen we ook zelf niet aanmaken. Dat moet echt via de voeding moet dat binnenkomen. Mm-hmm. En je hebt grofmazige celzouten. Nee, je hebt grofmazige mineralen. Die gaan eigenlijk in het plasma zitten om iedere cel. Dus om iedere cel heb je plasma. En daar gaan de grove mineralen in zitten. Maar de celzouten die dus ook in voeding voorkomen. Dat is niet alleen dat je dat in tablet moet slikken. Maar ook in voeding. Die kunnen door het celmembraan. En die gaan hun werk in de cel doen. En als dat in evenwicht is. Dus die grofmazige en die fijnmazige. Dan heb je 100%. Dan is het goed. Om het zo te zeggen. Mm-hmm. Nou krijgen we van die grofmazige genoeg binnen. Maar die fijnmazige die door de celwand kan. Die tekort, daar krijgen we tekorten in. En dan krijgen we ook klachten. Mm-hmm. Niet alleen maar als je verkeerde dingen eet. Als je verkeerde dingen eet. Dan kan het lichaam daar die mineralen niet uithalen. En dan gaat het lichaam ook symptomen afgeven. Van hey, ik heb meer zout nodig. Of ik heb meer zoet nodig. Of ik heb meer dit nodig. Eet eens kalium. Ja, waar zit kalium in? Ja, nou, om even heel plastisch spreken over een darm. Van zo. Dus die celzouten, die vullen aan wat je aan mineralen tekort hebt. Aan die fijnmazige mineralen, mm-hmm. zo te zeggen. En hoe weet je dat je daar een tekort aan hebt? Dat is een opleiding die je volgt. En ik kan mm-hmm. dat zien aan symptomen. Eigenlijk in je gelaat kan ik het zien. Dus ieder kuiltje of vlekje of een verdikkingje of een wit randje of een beetje groen baasje om je mond. Dan denk ik, oh, dat is celzout nummer 10. Oh, dit is celzout nummer 3 tekort. Dus nou, aan de hand daarvan ga ik dan ook nog vragen stellen. Mm-hmm. Van, hoe slaap je? Hoe is je ontlasting? Heb je last van hoge bloeddruk? Heb je veel trek in zout? Transpireer je veel of juist heel erg weinig? Noem het maar op. Heb je vaak de hik? Het zijn allemaal hele kleine, het hoeft niet zo heel groot te zijn, maar kleine, mm-hmm. kleine reacties. En daarvan maak ik dan een eerste schifting. Van denk ik, oh, nou, celzouten 3, 4. Er zijn er trouwens 32. Mm-hmm. Ja, dus dan schrijf ik dat op. Maar dan komt het lichaam bepaalt zelf met welk mineraal we het liefst wil starten. Mm-hmm. Dus dan laat ik op het eind van het consult, laat ik alle mensen die celzouten, die gewoon door plastic heen in zakjes, gaan ze voelen. Dat vinden ze in het begin altijd heel eng. Oh, voelen. Nee, we willen alles beredeneren. Nou, en dan geeft het lichaam weer signalen af en uiteindelijk gaan we dat dus bijstellen, die eraf en die er weer bij. En dan komen we tot een bepaalde reeks waar je dat lichaam zegt, hè, juist zo. Dat heb ik nodig. Ik zie het ook. Ik zie het gewoon gebeuren bij mensen. Ik zeg, stroomt het door via je knieën naar je voet? Ja, dit is rust. En de ander zegt, oh nee, ik voel nog een beetje mijn nek. Nee. Nou, dan moet er weer wat anders bij. En nou, ineens komt er rust. En dan denk ik, zo, ben daar. Het lichaam heeft gesproken, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, en dan ga je aanvullen. En dan na 5 weken, dat is het lichaam. Het lichaam is zo mooi. Het lichaam weet zoveel. En dan, in het begin kan je ze bijna niet aanslepen om het zo te krijgen. Dan wil je mm-hmm. meer en meer. Dat gaat echt vanzelf. En dan na 5 weken, dan ineens ga je ze vergeten. Of dan denk je, moet die dingen weer innemen? Ja, dat is weer een signaal van het lichaam. Joh. Het is genoeg. Ik heb andere mineralen nodig. Schiet eens op. Laat dit eens staan. En dan komt het eigenlijk weer terug. En dan gaan we weer een nieuwe reis. En op die manier. Je hebt dus wel wat geduld bij nodig. Want wat je heel langzaam niet of afgebouwd hebt. Dat gaan we wel wat sneller. Maar je gaat dat weer wat langzamer ook weer opbouwen. Dus mm-hmm. het is een heel mooi proces. En dat werkt
ook weer niet alleen lichamelijk, maar geestelijk komen er ook veranderingen. Ja, het staat natuurlijk nooit los van elkaar. Hè? Als je lichamelijk niet lekker in je vel... Nou ja, die lekker in je vel, dat is al... Ja, dat is... ja, het zijn allemaal mooie spreekwoorden. Hè? Ja, ja, die je leven hebben. En dat ja, ja, ja. Dit zijn de mineralen, maar vitamine is natuurlijk net zo belangrijk. We willen allemaal heel graag oud worden. Hè? Ouder. Vroeger gingen we met 40 dood, toen met 50, toen nu met 60, 70, 80. Nou, het liefst 90, dan hebben we een respectabele leeftijd bereikt. Mm-hmm. Ja. Maar ja, die vitamines vergeten we ook vaak. Vitamine D is natuurlijk een hele belangrijke op dit moment, B12. Het blijkt ook dat... Hoe en waar haal je die uit? Waar haal je die uit? Vitamine D? Ja. Nou, vitamine D kan je alleen maar... Het allerbeste is door het zonlicht. Mm-hmm. Dus als jij elke dag 20 minuten naakt... Even ellende doekje mag dan net. Nou, maar om het zo even te zeggen. In de zon gaat liggen of staan of bewegen. Dan krijg je bij een goede dag krijg je gewoon heel veel vitamine D binnen. Het lichaam stopt ook gewoon weer met afgeven. Of de zon stopt met afgeven of opnemen, zoals zegt. Als het genoeg is. Mm-hmm. En, maar ja, wij hebben niet elke dag het lendendoekje in de tijd of de zin om in die zon te zitten. En 's winters hebben we natuurlijk ook heel weinig zonlicht en kleden ons dik aan. Dus daardoor ontstaan ook de tekorten. Mm-hmm. En dat kan je met voeding enigszins doen. Dus het is wat met roomboter. Het zit weer in dierlijke producten. Hè? Het is roomboter, het zit in lever. Dus kabeljauwlever of ganzenlever. Daar zit heel veel vitamine D in. Alleen in de winter ga je dat echt niet redden. Al eet je een pond ganzenlever, wat natuurlijk niet mogelijk is. Maar dan ga je het echt niet redden. Dus dan is het enige manier is gewoon slikken. Echt slikken. En ja. Daar wordt te weinig op gehamerd. Vooral vitamine D en B12. Die op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan krijg je ook dat mechanisme. Dat is een intrinsieke factor bij B12. En bij vitamine D heet het weer anders. Dat lichaam kan dan ook bijna niet die B12 of die vitamine D niet goed opnemen. Dus dan kan je eten wat je wil, maar dan krijg je het ook niet binnen. Mm-hmm. Dus vandaar dat je het dan gewoon beter uit een supplement kan halen, uit een tabletje. Ja, want soms dan hoor je wel eens hè, dat je de ene vitamine of het ene mineraal nodig hebt om de ander op te nemen. Dus het is ook niet zo dat je zomaar kan denken, nou dan ga ik nou maar vitamine D slikken. Nee. Dat komt wel wat nauwer dan alleen maar... Ja, dat is inderdaad een heel verhaal. Gelukkig komt bijvoorbeeld bij vitamine D nu steeds meer bekend dat je daar ook vitamine K bij nodig hebt. Alleen als je dus weer antistollingsmiddelen gebruikt, wat de vitamine K blootlegt, ja, dan moet je weer voorzichtig zijn om vitamine K zomaar bij te slikken. Dat is een verhaal. En precies hetzelfde met de osteoporose. Dan heb je kalk. Hoe heet dat? De kalk wordt dan niet goed opgenomen uit je voeding. Dat heeft weer met die darm te maken. En die kan dan... En vitamine D. Waardoor je die osteoporose ontstaat. Wat een verhaal, hè? Is het al? En dus... Ja, als je zegt, stel dat je een calciumtablet gaat slikken, en dan moet je daar wel vitamine D en kalk, vitamine K weer bij slikken. Anders komt het niet op de plek waar je het wil hebben. En dan kan het weer in de aderwand gaan zitten, in de vaatwanden, aderwanden. En ja, dan krijg je weer dat je aderverkalking krijgt. Dus het is inderdaad... Dat willen we ook niet. Nee. Dus het is eigenlijk best wel een heel complex verhaal. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Nee, want eigenlijk aan het begin van het gesprek hadden we het erover van als jouw lichaam eigenlijk, dat zie je dan bij kinderen al, hè, van dat lust ik niet, dan is het eigenlijk niet zo goed voor je. Maar is het nou per definitie zo dat als je iets heel lekker vindt, dat het dan wel goed voor je is? Nou, want ik vind bijvoorbeeld appeltaart met slagroom heel lekker. Ja, maar dan praat je natuurlijk over dingen die lekker gemaakt worden. Ik heb iets wat zoet is. Dat vindt iedereen wel lekker. Dat is ook een soort... dat kan een verslaving worden.
Dat heb je niet bij broccoli. Ik denk bij broccoli niet. Tenzij je weer zwanger bent. Maar dat is, dan gaan we weer een ander spoor nemen. Om het zo te zeggen. Want dan heb je de mineralen nodig die dat kind op dat moment wil hebben. Vandaar dat je die verslavingen hebt om een krat appelen per dag te eten. Van die gekke dingen. Van die gekke dingen. Als het kind eruit is, houdt het ook gelijk op. Want dan mag je weer aan je eigen lichaam werken. Om het zo te zeggen. Maar zoet is ook een suiker is... In de natuur bestaat suiker niet. Het is een onderdeel van voeding. Het zit in alle fruitsoorten, dat maakt het dan ook lekker. En daardoor kan je een verslaving hebben. Wat wij doen is het concentreren, eruit halen. En daar dan lekkere dingen mee maken en bakken. Dus nou, dat kan als een verslaving werken. Maar ik kan in niet zo heel gezond. Nee, dat eet je gewoon omdat het echt een keer lekker is. En zo. Ja. Maar niet te vaak. Niet te vaak doen. Nee, dat denk ik niet. Nee. Als ik nou, dus jij zegt hè, per bloedgroep heb je eigenlijk gewoon dingen die wel en niet gezond zijn. En eigenlijk, als ik jouw verhaal zo hoor, dan is dat nog niet eens het hele verhaal. Hè? Dus dan zou je gewoon echt moeten gaan meten van waar heeft jouw lichaam op dit moment nou... behoefte aan welke stoffen, welke dingen mis je en wat mag er aangevuld worden? Nou, dat kan je dan met celzouten doen, om het zo te zeggen. Het is wel leuk, als je luistert naar je lichaam, dan kan je wel meten, waarom heb je ineens trek in groentesoep? Dat is echt een indicatie. Zoiets, ik zeg, oh, ik heb trek in groentesoep. Dat betekent dat je lichaam zegt, joh, eet die en die mineralen nou eens even. Of eet ze even. Want daar heb je gewoon nu tekorten aan. Dus vul het eens even aan met je voeding. Dat gebeurt echt. Of dat je ineens zegt, oh, ik wil vis. Oh, zalm, weet je zo. Of iets anders. Nou, dat zijn al signalen van het lichaam. Dat eten. Dat heb ik niet meer vaak hoor. Nee, dat heb je niet bij vissen. Nee. Nee, maar die groentesoep dacht ik wel. Oh ja. Dat is een soort herkenbaar. Of kippensoep. Dat geven ook veel moeders van vroeger. Ik noem maar. Als je ziek bent, krijg je kippensoep. Ja. Maar wat ze dan doen, is dat de botten worden afgetrokken. Dus hoe langer je botten laat koken of verhitten, dan komen de mineralen uit de botten vrij. En dat is dus weer aansterkend voor als je ziek bent. Ja, dat is grappig. Ik ben ontzettende fan van Louise Hay. Louise Hay? Ja, die heeft daar ook heel veel over geschreven. Hoe helzaam die botten uitkoken. Hoe dat voor je is. Dus dat herken ik wel. Ja. Ik vind het helemaal niet zo'n aantrekkelijk idee, maar... Nee, je kan op die manier je eigen celzouten maken. Grappig. Ja, leuk hè? Want dan krijg je echt... niet helemaal, want je moet het eigenlijk nog vermalen. Je moet het dus indrogen, om het zo te zeggen. Dus je kan uren botten, of 2 dagen geloof ik, moet je botten koken. Ja, dan zou je het weer droog moeten maken... En dan verpulveren en verwrijven. En dan krijg je bijna een celzout. Op die manier. Mm-hmm. Ja, want dus celzouten zijn eigenlijk natuurproducten. Absoluut. Alleen de voeding van tegenwoordig... Dan gaan we nu weer op een andere tak. De voeding van tegenwoordig is niet meer zoals het vroeger was. Dus als de vitamine C in een sinaasappel... Om die nou even te nemen. Die was vroeger bijvoorbeeld 100%. En die is nu nog maar 20 tot... Nou, ik denk nog minder, maar laten we zeggen 20%. Mm-hmm. Dus waar je vroeger 1 sinaasappel per dag kon eten, moet je er tegenwoordig 5 nemen om diezelfde vitamine C binnen te krijgen. En dat komt doordat we de snelheid, we manipuleren het voedsel. Wel denk je van de 4G, dus de straling om ons heen. Daardoor kunnen plantjes minder mineralen, daar komt hij weer, mineralen uit de bodem opnemen. Dus ze zitten wel in de bodem, maar het plantje kan het gewoon niet meer opnemen. Doordat er een verstoring in de frequentie is. Dat gebeurt er. We hebben heel veel stress. Daardoor eten we anders. Daarom kauwen we minder. Die darm zegt, ja, die kan dat ook allemaal niet meer verteren. Dus dat is ook een euvel waarom we minder vitamine en mineralen binnenkrijgen. Mm-hmm. Dus als ik jou zo hoor, kan je eigenlijk bijna niet meer zonder aanvulling. Nou,
ik vind van niet, als je gezond oud wil worden, zonder te veel tabletten van de huisarts, dan is mijn antwoord nee, dat kan niet. Nee. En als ik je zo hoor, dan zou je daar niet, dan zou je daar echt ook gericht een advies over mogen inwinnen. Van wat is nou voor mij goed? Of je moet heel goed naar je eigen lijf kunnen luisteren. Ja, maar waar haal je dan, hoe weet iemand, ja, nogmaals, als jij goed naar je lichaam luistert en je zegt, nou, ik heb nu vis of vlees nodig om die mineralen eruit te halen, dan komt het verhaal weer om de hoek dat we die celzouten, die fijne mineralen die dus door die celwand heen kunnen, al in die voeding veel minder krijgen, binnenkrijgen. Ja. Dus dat hiaat, dat blijft ontstaan. Mm-hmm. Daarnaast hou je dat niet 5 weken vol om te zeggen, nou ga ik elke dag, al is het maar een avocado, of elke dag 3 sinaasappels eten om te zorgen dat ik die mineralen aangevuld heb. Dat gaat bijna niet. Dat is niet meer in ons. Ja, zo werkt het niet. Dat gaat je ook tegenstaan om steeds hetzelfde te eten. Ja. Dus ja, de enige manier is echt om aan te vullen met supplementen. Mm-hmm. En waar vind je goede supplementen? Ja, goede supplementen, ja, er komen er steeds weer andere merken op de markt. Bij de celzouten zijn er maar 2 producenten die het maken. Dus zo moeilijk zijn die niet te vinden. Iedere natuurvoedingswinkel heeft tegenwoordig celzouten. Alleen, welke heb je nou als eerste nodig? Ja, dat is natuurlijk de lastige vraag. En vitamines, ja, ik zeg altijd, Kruidvat, Hema, Ethos, die hebben gewoon niet de goede merken in huis. Dus ga naar een goede natuurvoedingswinkel en laat je adviseren over goede vitamine D of een goed vitaminecomplex. En dat is gewoon belangrijk. Het kost ook wat geld. Kijk, bij het Kruidvat liggen ze voor €4,95. Maar je lichaam die denkt, neem een bruistablet. Je lichaam denkt, wat moet ik hier in godsnaam mee? Nou, ik moet het zo snel mogelijk uit mijn lichaam weer krijgen. Dus die gaat ook al weer mineralen onttrekken om die gifstoffen, want dat is een bruistablet, om die gifstoffen weer uit het lichaam te krijgen. Dus eigenlijk ben je gewoon heel fout bezig. Ja, en dan denk je dus investeer dat je iets heel gezond doet en dan werkt het eigenlijk contraproductief. Ja, kijk maar naar het kleurtje, wat moet eruit. Kijk maar naar de bruis, dat onttrekt, datzelfde als spaarrood, hè, dat soort dingen. Dat onttrekt mineralen, die bubbel moet er weer uit, het lichaam, de koolzuur. Daar hebben ze mineralen voor nodig. Hetzelfde met suiker, hè? Om de suiker het lichaam uit te halen, heb je mineralen nodig. Dus je onttrekt constant je mineralen waar je zo zuinig mee om moet gaan. Dus op die manier komen die tekorten bij sommige mensen. Gaat heel hard. Ja. Ja, het is heel grappig dat je dat ook noemt, dat bruis. Ik heb een hele tijd, je kan ze ook kopen, hè, van die apparaten die bruis toevoegen aan gewoon kraanwater. Maar ik heb ook heel lang spaarrood gedronken en ik dacht dat ik heel gezond bezig was. Ja. Totdat iemand mij zei, maar wist je, eigenlijk als je erover nadenkt, is het heel logisch, hè, de koolzuur, dat heel verzurend werkt voor je lijf. Ja. Dus ik maar denken dat ik heel gezond ben met heel veel water drinken, maar ik was eigenlijk mijn eigen lichaam heel erg aan het verzuren. Ja. Dat klopt. En dat zuur, ja, dat kost mineralen om je lichaam weer te ontzuren. Dus nogmaals, ik vind spaarrood ook heel erg lekker. Maar dat drink ik dan op een terrasje. Of als het zo warm is, dan zeg ik, nou, ik heb de hele dag water gedronken. En dan wil ik nu gewoon een glas spaarrood. Klaar. Het is lekker, een bubbeltje. Maar geen liters. Nee. Ja. En hetzelfde met suiker. Hè? Helemaal suikerloos is een utopie. Dat kan al niet. Want suiker zit ook in fruit. Waar je dan je mineralen en vitamine weer uithalen. Daar zitten ook suikers in. Dus je kan bijna niet zonder suiker. En dat hoeft ook niet. Alleen je kan het en doen. Je kan en cola drinken en fruit eten en appeltaart elke dag. En dan gaan er ook nog 5 dropjes in. Oh, en 's avonds wil ik wel een stukje chocola bij de thee of bij de koffie. En bij 1 wordt het 3, want het is verslavend, hè? Daar hebben we het net over gehad. Dus ja, dan krijg je een opeenstapeling van te veel aan suiker. Ja. Dus het is bewust keuzes maken. Ik
Ik weet het. Ja? Nou ben ik helemaal niet zo per se in een zoetkou. Maar wat ik net zei, ik was niet gelogen. Ik kan een stuk appeltaart met slagroom echt heerlijk vinden. Ik ook. Maar ja, ook niet. Ik hoef het ook niet iedere dag. Nee. Gelukkig heb ik die behoefte ook niet. Nee. Ik merk ook, naarmate ik zelf meer op mijn voeding ben gaan letten, dat mijn lichaam ook daar dus zo van die signalen kan geven. Hè? Dus wat je net zei, van, dat je ineens heel erg trek kan hebben in groentesoep, dat merk ik wel, dat ik dat meer herken naarmate ik gezonder ben gaan eten. Ja. Kun je daar iets zinnigs over zeggen hoe dat kan? Of is dat ja, toevallig? Omdat je die mineralen op dat moment nodig hebt. Als jij heel hard aan het studeren bent, dan verbruik je lichaam heel veel kalium, omdat kalium heb je nodig voor je hersenen. Dus op dat moment ga je dan naar voedingsmiddelen verlangen waar veel kalium in zit. Vraag me nou even niet uit mijn hoofd in welk voedingsmiddel dat zit. Maar dat zo op die manier werkt het lichaam. En dat is precies hetzelfde. Als je zwanger bent en je hebt bloedgroep A. En je houdt helemaal niet van vlees. Ik heb het echt meegemaakt bij een cliënt die ik begeleidde. Die was zwanger van een tweeling. En vlees, daar gruwelde ze van. Maar haar man is een O. Dus die houdt van grote stukken vlees. Dus zij doet keurig visje. En dat doet ze al jaren. Voor hem een lekker stukje vlees. Maar die zwangerschap vorderde. En ze kon die biefstuk wel van zijn bord kijken. Nou, op een gegeven moment is ze gewoon die biefstuk mee gaan eten. Blijkt dus dat die kinderen bloedgroep O hebben. Dus op dat moment vraagt jouw lichaam om de dierlijke eiwitten, zodat je kinderen dat kan geven wat ze nodig hebben. Nou, dat is toch heel bijzonder. Ja. Ze waren eruit, dus ze had de bevalling achter de rug. Nou, het was gelijk weer terug, het gruwelen van vlees. Prachtig toch, hoe het werkt? Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Hey, als mensen nu kijken of luisteren of allebei naar deze podcast, dat kan. En die denken, ik zou wel wat meer begeleiding daarin willen hebben. Waar kunnen ze informatie vinden? Hoe kunnen ze met jou in contact komen? Nou, ze kunnen mij bellen. Ze mogen me een mailtje sturen. Mm-hmm. Mijn mailadres is monique.boheme@hetnet.nl. Mm-hmm. En mijn telefoonnummer is 06 300 83 596. Ik doe het aan huis. Mm-hmm. En dat heeft vooral de reden omdat ik niet al te veel consulten meer wil geven. En ik heb heel goed daglicht. En daglicht heb ik niet nodig om alle kleine dingetjes in het gezicht te zien. Dus ik kan ook 's avonds geen consult voor het celzouten doen. Want dan heb je verkeerd licht. Dan kan ik die dingen. Dus Hey, heb jij ook last van beroepsdeformatie? Dat je als je mensen ziet, hè, dus je ontmoet een nieuw iemand, dat je zo in dat gezicht zit te kijken waar iemand... Niet meer. Ik kan me voorstellen dat... Nee. Ik reageer niet meer als mensen niet meer vragen. Want dan is de tijd er ook niet voor die mensen. Dat merk je zelf ook wel eens. Dat... iemand komt wel. Of komt nooit. Ja, ja. Dat kan ook. En er zijn ook mensen die vinden het heel normaal. Ik heb ook wel eens een opmerking gehoord. Er bestaat niemand die met 55 jaar niet met pijn uit zijn bed komt. Dat bestaat niet, zei ze. Oké. Oh. Nou, ik kom zonder pijn uit mijn bed hoor. Ik ben niet meer zo soepel als toen ik 20 was. Maar goed, ik moet ook naar mijn eind toe werken, toch? Het lichaam... Dus... Het is maar net hoe je daar mee omgaat. En sommige mensen zeggen, die vinden het heel normaal dat je iets voor hoge bloeddruk of voor je suikerziekte, diabetes, wat slikt, zonder daar zelf wat aan te hoeven te doen met je voeding en of vitamines. Ja, nou prima. Ja. Ja. Maar ik heb dus daar geen last meer van. Nee, maar je ziet het wel. Als ik zo met jou in gesprek ben, ga ik niet kijken welke celzouten... Ja, ik zie de één die er wel uitspringt, om het zo te zeggen. Ik heb natuurlijk ook niet het goede beeld, want nogmaals, ik heb goed licht nodig. Maar ik zie de één die er wel uitspringt. En, maar ik, zo kijk ik niet.
Totdat iemand zegt, god, wat interessant, wat zie je bij mij? En dus dan kijk ik anders naar iemand. Ja. Ja, ik heb daar niet, als ik in gesprek ben met mensen, dan denk ik, oh, dat en dat en dat. Of je moet een heel groot verschijnsel hebben. Dat is bijvoorbeeld, je kan rond je ogen kan je iets van blauw en helemaal rood, een soort wazig iets hebben. En ik was bij de Albert Heijn, dat is alweer 2 jaar geleden. En die kassière had dat. Dat was gewoon, het was shocking, zo erg. Ik heb niets gezegd. Maar het was zo, dat verschijnsel had ik nog nooit zo erg zien. Dat viel gewoon heel erg op. Ja. Maar dat kan. Je hebt me nou wel nieuwsgierig gemaakt wat er bij mij zo uitspringt. Wil je het delen? Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft met dat je geen vlees eet. Want ik zie hier van die donkere maantjes, om het zo te zeggen. Ja. Dat betekent een ijzertekort. Oké. Okay. Dus dat betekent zelfhoud nummer 3 zou voor jou nu heel erg heilzaam zijn. Nou, ik ga meteen, ik ga je straks meteen even bellen. Ja, dat is goed. Maar we gaan eerst even lekker weekend vieren. Ja. Maar niet voordat ik nog een laatste vraag aan jou heb gesteld. Ja. Die in iedere podcast terugkomt. Dus ja. Nou ook stellen. Stel dat er nu mensen naar deze podcast kijken of luisteren. Of allebei. Ja. En heel veel stress ervaren of misschien al helemaal burn-out zijn. Wat is de belangrijkste boodschap die je ze mee zou willen geven? Stel iemand is heel erg gestrest en hij belt mij. En hij doet dat uit zichzelf. Dan is hij al op de goede weg. Want dan zoekt hij hulp. Mm-hmm. En dan als je hulp zoekt en dat aanvaardt. Dan ben je al op weg om iets aan je stress te doen. Daarnaast is het zo dat ik dan heel voorzichtig begin. Want als je echt burn-out of stress hebt, moet je niet beginnen. Je mag dat niet meer eten. Het is beter dat je dat geef ik hele kleine richtlijnen. Let eens daarop en begin daar eens mee. En dan krijgt hij van mij maar 3 celzouten. En dat is om het energielevel omhoog te helpen. En dat is dan het eerste begin. Punt. Dus wat ik je vooral hoor zeggen is zoek hulp. Zoek. Ja, we kunnen niet zonder elkaar. Ik weet alles van vitamine, mineralen en voeding. Maar als ik met een heel groot probleem zit, dan heb ik toch echt een psycholoog nodig, om het zo even te zeggen. Dus dan ga ik ook naar een deskundige toe die mij op dat vlak kan helpen. Ja. En als ik inderdaad last heb van andere kwalen, ga ik naar de huisarts toe. Dan zoek ik hulp. Zo kan je dat noemen. Ja. Dankjewel voor de mooie boodschap. En mag ik je heel hartelijk bedanken voor het fijne gesprek. Graag gedaan. Ik vond het erg leuk om te doen. En ik hoop dat ik wat meer bewustzijn... Dankjewel daarvoor. Ja, oké. Fijne dag. Dag. Doeg. Mieke. Doeg.